was weer een drukke dag in Xavia, de hoofdstad van het Kwadonrijk. Mensen reisden met het openbaar vervoer of gewoon over de snelweg met een variocon. Ze waren op weg naar hun werk, naar school of gewoon voor hun plezier aan het reizen. De zon ging langzaam op en bracht een nieuwe dag, 25 december. Het was een gewone werkdag, zoals tegenwoordig alle dagen van de week waren. Het weekend was 2 eeuwen geleden, in het jaar 2136, al afgeschaft. Er waren ook geen vakanties meer. Slapen was niet meer nodig. Gewoon een pilletje nemen en je had weer energie in overvloed. Zo ging het dag in, dag uit. En niemand scheen zich nog te bekommeren om liefde en blijdschap. Iedereen had maar 1 doel voor ogen. En dat was werken, werken en nog eens werken. En daarvoor werd iedereen geboren. En daardoor ging iedereen uiteindelijk ook weer dood. Zo verliep het leven in de 24e eeuw. Iedereen leefde op dezelfde manier, behalve 1 jongen. De trein kwam piepend tot stilstand in het station Xavia Zuid. In een minimum van tijd liep de trein bijna volledig leeg. Slechts enkele mensen stapten in de trein. En 1 van hen was Sander. Zijn school stond enkele stations verder. Dus hij had nog alle tijd om op zijn zakcomputer zijn huiswerk en zijn lesrooster te bekijken. Even in mijn agenda kijken wat er vandaag op het programma staat. Ha, het eerste uur ultranetkunde. Dat is lekker ontspannend. Hé, wat staat hier nu bij die datum? Kerstmis? Wat zou dat betekenen? Oh, maar zeg, was dat geen enkele eeuwen geleden geen feestdag? Daar heb ik ooit wel eens iets over gehoord. Maar wat werd er dan gevierd en waarom? Ik zal dat straks eens even aan de leraar geschiedenis vragen. Die zou dat toch moeten weten? Sander stapte enkele haltes verder uit de trein en ging naar school. Na schooltijd ging hij naar zijn leraar geschiedenis. Meneer, kunt u mij misschien vertellen wat voor feest Kerstmis is? Het spijt me, jongen. Ik wou dat ik het wist. Ik zie die naam ook elk jaar in mijn agenda staan op 25 december. Maar ik zou niet weten wat het betekent. Dus u kunt me ook niet verder helpen? Nee, jongen, ik niet. Maar weet je wat? Ik heb vanmorgen in de ochtendkrant iets gelezen wat je misschien kan helpen. Ergens in het industriepark moet er een laboratorium staan van het onderzoekscentrum Heden en Verleden. Daar zouden ze een teletijdmachine hebben uitgevonden. Dat is een apparaat waarmee je dingen uit het verleden kan ophalen, maar er ook naartoe brengen. Zullen we daar eens gaan kijken? Misschien vinden we er een oplossing voor dit raadsel. Hé, ja, dat is een goed idee. En zo gingen Sander en zijn leraar op stap. Ze namen de trein en gingen op zoek naar het onderzoekscentrum Heden
en verleden. Hier moet het zijn. We zullen binnen maar eens een kijkje gaan nemen. Oh, kijk daar. Wat is dit allemaal? Kijk daar. Daar zit iemand bij een vreemde constructie. Misschien is dat de teletijdmachine wel. We zullen het eens vragen. Goedendag, meneer. Het schijnt dat jullie hier geen teletijdmachine hebben gebouwd. Klopt dat? Inderdaad, kijk maar. Ze staat hier voor je neus. Indrukwekkend, hè? Kan je daar echt dingen mee naar het verleden verplaatsen? Ja hoor, we hebben al heel wat voorwerpen uit het verleden naar hier gehaald en van hier naar het verleden gebracht. Het werkt perfect. En kan je er ook mensen mee verplaatsen? Dat hebben wij nog niet geprobeerd. Het lijkt me erg riskant. Oh, maar ik wil graag proefkonijn zijn, hoor. Weet je dat wel zeker? De reis kan zeer gevaarlijk zijn. We weten niet wat er kan gebeuren als het misloopt. Je zou voor eeuwig in de ruimte kunnen vastzitten. Maar ik heb een belangrijke missie. Oh ja? Wat wil je dan te weten komen? Nou, ik wil graag weten waar het kerstfeest vandaan komt. Tja, dat weet ik ook niet. Tot op vandaag is dat een groot raadsel en dat zit mij wel dwars. Weet je wat? Je mag naar het verleden als je mij daarna kan vertellen wat er met kerstmis gevierd wordt. Goed, dat is dan afgesproken. En meester, ga je met me mee? Natuurlijk, zo'n unieke kans laat ik niet voorbij gaan. En zo namen Sander en zijn leraar plaats in de teletijdmachine. Dit lijkt me een heel goed moment om het gebed om vergeving te bidden. Vader van alle mensen, kerstmis spreekt van warmte, licht en vrede, maar wij zetten de mensen vaak in de kou. We doven het licht en staan de vrede vaak in de weg. We hebben daar spijt van en vragen u om vergeving. Help ons daarmee, zodat wij elkaar weer vinden in een wereld waarin iedereen zich thuis voelt. Amen. Meneer, ik denk dat we er zijn.
Zullen we uitstappen? Ja, we zullen eens gaan rondkijken wat hier allemaal te zien is. Hier moet toch iets van Kerstmis terug te vinden zijn. Denk je ook niet? Oh, wat is het hier mooi. Kijk eens hoeveel lichtjes in de straat. En er staan overal versierde bomen. Prachtig zeg. Kijk daar eens. Daar loopt een gek mannetje. Hij heeft zo'n raar pak aan en zo'n lange witte baard. Wie zou dat zijn? Zou hij weten wat Kerstmis is? Oh, hij loopt naar al die winkels toe. Kijk eens al die mensen. Wat een drukte. Sander en zijn leraar zien allemaal mensen in en uit winkels lopen. Ze lopen met zakken vol spullen en handen vol cadeaus. Wat een gedoe is, zeg. Wat moeten die mensen allemaal met die spullen? Zou dat nu Kerstmis zijn? Dat kan toch niet, hè, meneer? Er moet toch meer zijn? Zouden we niet verder terug in de tijd moeten gaan? Het lijkt erop dat ze hier ook niet echt meer weten wat precies Kerstmis is. Ik denk het ook. We moeten misschien maar eens heel ver teruggaan. Geen honderden, maar duizenden jaren. Naar het jaar nul bijvoorbeeld. Oké, dat doen we. En weer stappen Sander en zijn leraar in de tijdmachine. Waar zijn we nu terechtgekomen? Waar zijn de appartementen en de treinen? Het is hier zo leeg en stil. Hier is niets te zien. Hoe kunnen we hier nu te weten komen wat Kerstmis is? Kijk daar eens. In de verte zie ik een gebouw staan. We zullen eens tot daar gaan. Sander en de leraar stappen verder. Wat is dat nu voor iets?
Kijk, wat een stralende ster. Straalt die nu op de stal? Sander en zijn leraar komen bij de stal. En daar zien ze Maria, Jozef en het kindje Jezus. Goedenavond, vrienden. Kom toch binnen. Goedenavond, mevrouw, meneer. Sorry dat we hier zo plots komen binnenvallen. Dit is Sander en ik ben zijn leraar. Oh, wat een mooi kindje. Het lijkt wel pas geboren. Dat is toch niet in deze stal gebeurd? Toch wel, er was nergens anders nog plaats voor ons. Is het dan zo druk? Ja, er zijn heel veel mensen onderweg. Momenteel, iedereen keert naar zijn geboorteplaats terug voor de volkstelling. Wij komen vanuit Nazareth. Toen we vanavond hier in Bethlehem aankwamen, bleken alle herbergen volzet. Gelukkig was er nog iemand zo vriendelijk om ons onderdak te geven in de stal. En dat was net op tijd, want even later is onze zoon Jezus geboren. Wat een ontroerend verhaal. Nu, jullie zullen wel moe zijn van alles wat er gebeurd is. We zullen maar gauw gaan. Nee, blijf nog even en geniet nog even van de warmte in deze stal. Sander en zijn leraar blijven lekker in de stal en kijken wat er gaat gebeuren. En kijk, zien we daar geen herdertjes aankomen? Die hebben ook gehoord dat het kindje Jezus geboren is. Ga ook een kijkje nemen. Oh, wat een lief kindje. Kijk eens wat hier voorbij komt. Het lijken wel koningen. En ze hebben alle drie een cadeau bij zich. Vast voor de baby, denk ik. Ja. En nu komt iedereen erbij. Iedereen gaat bij het stalletje. Weet je nog wat we afgesproken hadden? Als je wil mag je er ook bij, jou hoor. Je hoort er net zo. Als je wil. En dan zingen we bij het stalletje Stille Nacht. Thank you.
Sander en zijn leraar zijn onder de indruk dat de gezelligheid en warmte zo overheersen in deze stal. Zij bedanken Jozef dat ze even mogen opwarmen, maar ze moeten nu toch echt gaan. En Jozef groet Sander en zijn leraar en dank voor hun komst. Dat waren vriendelijke mensen, hè? Dat vond ik ook. En heb je dat ook gevoeld? In die stal hing een speciale sfeer. Er was daar iets magisch. Dat leken mij geen gewone mensen. Ik heb zo het gevoel dat zij iets met Kerstmis te maken hadden. Jullie hebben de oorsprong van Kerstmis gevonden. Jullie hebben dat kindje in de kribbe zien liggen. Dat is Jezus. Zoals Jozef al vertelde, werd hij vannacht geboren. Het is een mooi en een lief kindje, maar hij is niet gewoon zoals alle andere mensen. Hij is de zoon van God. God heeft die vrouw, Maria, uitgekozen om zijn zoon op de wereld te brengen. Jezus is met een hele speciale taak naar de wereld gekomen. Als hij groot is, zal hij de boodschap van God aan de mensen gaan vertellen. Dat is een boodschap van liefde, vrede en verdraagzaamheid. Een hele belangrijke boodschap dus. En heel veel mensen zullen Jezus volgen en zijn verhaal verder vertellen van generatie op generatie. En omdat Jezus in de toekomst zo belangrijk zal zijn in het leven van veel mensen, zullen ze elk jaar opnieuw over heel de wereld zijn geboortedatum herdenken met een groot feest. En dat is dan het kerstfeest. Sander en zijn meester zijn onder de indruk van wat ze allemaal gehoord en gezien hebben. Daar in die stal zoveel liefde, verdraagzaamheid en vrede. Ondanks dat daar in die stal niet veel luxe aanwezig was. Dit was de boodschap die ze over moesten brengen naar het heden. Dit was het. En zo stappen ze weer in de teletijdmachine en laten zich teletransporteren naar hun heden om daar de liefde, verdraagzaamheid en vrede uit te gaan dragen. Thank you.
alvast een zalig kerstmis gewenst. Want daar gaat het om. Laat het groeien in je hart. Onbedwingbaar.